In 2010 begon ik met Gloed te spelen van Sandor Mahler. En ik dacht dat het mijn laatste rol zou zijn. Logisch eigenlijk. Maar nu heb ik een kans gekregen om dat toch nog een beetje uit te stellen. En dat is deze voorstelling. Samen met mijn zoon, waar ik erg blij mee ben. Om dat te kunnen doen. Meer je gezicht richting camera. Iets meer opendraaien. Ja. Zo? Dan gaan we tot 6 uur door. Ja. Dat is gezegd. Nou. Even kijken hoor. Heel even pauze. Onthoud je. Ja. Ja, mooi. De dokter is de code. En lukt het om nog dichter bij de spiegel te komen? Dan wordt het. Oh ja. Volgens mij komt het helemaal goed. Even de goede positie vinden met Erik. Maar hij zit nu zo dicht mogelijk bij de spiegel. Dat was ook de opdracht. Maar dat is ook niet makkelijk. Dus ik hoop dat ik het dadelijk na kan doen. De bedoeling is dat ik precies dezelfde houding aan ga nemen. Zodat we elkaar eigenlijk aankijken in de spiegel. Dat wordt het idee. Een toneelleven is een vroeg stuk van David Mamet. Hij heeft dat geschreven voor een hele oude acteur en voor een hele jonge acteur. Ze spelen ook een oude acteur en een jonge acteur. De oude acteur is werkelijk bezig met zijn afscheid, zou je kunnen zeggen. En de jonge acteur is nog zeer ambitieus voor de start. En het is op ons lijf dus geschreven. Want hier lijk jij misschien niet meer op jezelf, maar ik lijk wel op jou daar. Oké. Nee, maar als je het zo ziet, ja. Dat is wel weer geestig eraan. 054. Ja, dat ziet er toch wel goed uit. Bond, James Bond. En doe Erik eens na. Nee, die is lekker beter. Oh, dat is weer een lach hoor. En dan hangt niet meer op. Heel fijn, jongen.